Het gaat om de 21-jarige Roemeense verdediger Valeriga Gaman en deze 22-jarige Ivoriaan Wilfried Boni. Boni komt van Sparta Praag, is een centrumspits en moet bij Vitesse voor de doelpunten zorgen. Sinds de Georgiër Merab Jordania half augustus aan de macht kwam, trok de club al 15 nieuwe spelers aan, waarvan overigens 2 alweer zijn vertrokken. En als de nieuwe aankopen Gaman en Boni zondag tegen Feyenoord al spelen, staat er bij Vitesse een compleet ander elftal op het veld in vergelijking met de eerste wedstrijd van dit seizoen. Toen met deze namen, waaronder nog 8 Nederlanders. En zondag zou het elftal er wel eens zo uit kunnen zien, met op alle posities dus andere spelers en 9 verschillende nationaliteiten.